Ik ga je vandaag een handigheidje uitleggen over importmappen in Evernote. Dit is een handigheid die gebruik ik echt heel erg veel. Want wat is er aan de hand? Stel je voor dat ik hier twee bestanden heb die ik graag direct in Evernote wil importeren. Zonder dat ik eerst een notitie moet aanmaken of dat ik ze moet gaan e-mailen naar Evernote of wat dan ook. Dan kan je binnen de Mac en de Windows versie van Evernote gebruik maken van een importfolder. Het gaat als volgt. In Evernote ga ik bovenin in de menubalk op extra naar de optie importmappen. Wat ik hier doe is dat ik een nieuwe importmap maak. Op de C-schijf bijvoorbeeld in dit geval. En ik klik op nieuwe map maken. Noem ik even importeren. De map wordt gemaakt. Zodra ik op OK klik komt die hier in dit lijstje erbij te staan. In de kolom notitieboek kan ik selecteren in welk notitieboek dat ik wil dat de bestanden worden opgeslagen. Ik pak heel even voor deze inbox notitieboek, want dat is ook degene waar ik hier direct in sta. Ik klik op OK en daarmee is de importfolder gemaakt. Wat ik nu ga doen is dat ik deze twee bestanden oppak. Ik knip ze eventjes. En ik ga gewoon met mijn Explorer, of op welke manier dan ook, zet ik ze in deze importeren map die ik net heb aangemaakt. En vervolgens kan ik dit gewoon sluiten. Op de achtergrond is Evernote eigenlijk al direct bezig, want zoals je ziet worden deze twee bestanden echt gewoon direct geïmporteerd in Evernote. En daarmee heb ik de PDF als aparte notitie staan en het Word document als aparte notitie staan. De naam van het bestand wordt ook meteen meegenomen als titel van de notitie zelf. Dus op die manier kun je op een hele eenvoudige manier een hele hoop bestanden in één keer in Evernote krijgen. Iemand die vroeg aan mij van hoe kan ik dit nou het beste toepassen in mijn zakelijk leven. Nou, stel je voor dat je een hele hoop digitale of een hele hoop PDF-facturen hebt, dan kun je deze gewoon in één keer in die map neerleggen, verplaatsen. En ze worden vanzelf geïmporteerd met de juiste factuurnummer erbij, als je de bestandsbenaming goed hebt uiteraard. Heb je iets aan deze tip? Like dan de video. Laat het me in ieder geval iets weten. Want dat is fijn voor mij in ieder geval. En stay tuned voor nog meer video's over Evernote.